Hoi lieve allemaal, welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. Deze is voor de maagd, maand oktober. Maar ontvang je deze reading op een ander tijdstip en je kunt de boodschap gebruiken, dan valt het onder synchroniciteit en dan is het prima. Het kan ook zijn dat het helemaal niet overeenkomt met jouw persoonlijke situatie waar je op dit moment in zit. Dan is de boodschap gewoon niet voor jou bedoeld. Is die voor een andere maagd bedoeld. Alleen een persoonlijke tarotcoaching kan jou begeleiden op je persoonlijke pad. We gaan beginnen. Voor de... Maagd, de situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Wat onbewust is. Recente verleden. Advieskaart nabije toekomst. Jij. Invloed van anderen. Dan wil ik die. Hoop en vrees. En deze. De conclusie. Oké. Nou. Transformatie. In de traditionele tarot is dat de dood. Geen fysieke dood. De dood van al het ouds. Wat losgelaten mag worden. De leidraad voor deze maagd. Als leidraad. Daar kom ik zo op terug nog verder. Eerst wil ik even uit de set van Sandra en Taylor. Een verklarende kaart trekken. Bij de advieskaart bij de toekomst. En nog een kaart voor jou. Die. Een kaart uit het wijsheidsorakel. Eentje graag. Yep, thank you. Kaart uit de surrender set. Ja, deze viel. En deze. Nou, dan maar twee. Dat is ook goed. Lieve maagd. Ja, oh. Nou, dan neem ik die er ook bij. Kijk. Ja, heel veel spirituele mensen die zitten in een transformatieproces. Transformeren. Iets ouds moet dan getransformeerd worden, zodat je het los kan laten. Letting go. Daarvoor moet je vaak wel ook bereid zijn om het onbekende in te gaan. Kijk, deze druppel ligt op dat blad. Staat op het punt van het blad af te vallen. En dan is het natuurlijk een stuk niets. En dan zit het de druppel van angst. Want weet niet waar die terecht komt. En dat is nou precies waar we naartoe geleid worden. We worden geleid naar het onbekende. En daarin helemaal happy te zijn. Want dan zijn we in balans. Dan zijn we heel. Of zijn we bij onszelf. Bij onze essentie. En dan hebben we niet nodig dat we ons vastklampen aan oude zekerheid. Oude dingen. Maar de transformatie... De kaart zegt ook dat je dan bereid moet zijn om je helemaal te laten gaan. En bereid moet zijn om in de stilte te zijn. Alles weg te snijden. De waarheid te zien omtrent het oude. En eventueel weg te snijden wat niet meer voldoet. Wat niet meer dient.
En het is de reis naar integratie met je mannelijke en vrouwelijke energie. Dat is dat yin-yang symbool wat hier heel klein afgebeeld staat. Oude relaties die dan losgelaten worden. Oude werkrelaties, oude situaties, oude overtuigingen. Conditioneringen dus. Etcetera. Nou, angsten. Voor de Virgo. Ja. Bereid zijn om je helemaal te laten gaan. En dat wil dus ook zeggen dat je bereid moet zijn om het ego te laten instorten. Ja, oude conditioneringen loslaten. Afhankelijkheid in jezelf gaan zien, je codependency. Meer naar je guidance gaan luisteren. Wat oude familiepatronen doorbreken. En beseffen dat dit een reis is naar meer meesterschap in liefde. En dat gehecht zijn aan resultaat vaak lijden geeft. Oké. Deze maagd. En nogmaals, gebruik altijd je eigen intuïtie. Die krijgt wat meer inzicht. Understanding. Die krijgt steeds meer inzicht over het feit dat hij of zij zichzelf in een denkbeeldige gevangenis heeft gehouden. Anderen zag uitvliegen, maar zelf zichzelf achterhield. En het is een denkbeeldige gevangenis, want je ziet die tralies en eigenlijk is het altijd een open gat geweest, waardoor hij kon vliegen. Maar dat deed hij niet. Het kan zijn dat je dan klein houdt, dat je angsten hebt waardoor je niet uit durft te vliegen. Kort, in comfortzone blijven, in het bekende blijven. Maar daar komt dus steeds meer duidelijkheid over. Understanding, hoor. En daar begint het ook mee, hè. Het is inzicht. Inzicht wat dat zich afspeelt. En in eerste instantie vindt zich dat dan plaats in het mentale gedeelte, hè? In je mind. In de analytische gedeelte. En op een gegeven moment ben je toe aan de integratie met je vrouwelijke energie. En dan komt het emotionele gedeelte aan de orde. Soms kan dat ook tegelijkertijd zijn. Deze maagd, die zit nog in wat codependency. Afhankelijkheid. Afhankelijkheid met betrekking tot bijvoorbeeld de gedachte of overtuiging van, goh, als die shining armor, maar als die ridder op dat witte paard bij me komt, als ik die prachtige prins tref, dan word ik wel gelukkig. Het is eigenlijk een kinderdroom. Dit is die droom, hè, en zij kijkt ernaar, naar die droom. Meewarig, verlangend. Maar het is een kinderdroom. En aangezien ook de geliefde kaart hier ligt, bij jou op het bewustzijn, ben je je eigenlijk daarvan bewust. Dat je ook met betrekking tot liefdesrelaties niet helemaal durfde uit te vliegen. De neiging had om in je comfortzone te blijven. Maar ook... dat je bij jezelf begrijpt dat er sprake is van afhankelijkheid. Deze maagd wil heel graag iets geven, die wereld in. Dit is de kaart van dienstbaar zijn. Ik ga hem even uit het boekje erbij pakken. Wacht even. Want het is een bijzondere kaart. Maar als je te veel... wil geven die wereld in, terwijl je het eigenlijk nog aan jezelf moet geven,
dan kan het wel eens zijn dat ja, je eigenlijk meer de focus legt op de heling van anderen, terwijl je eigenlijk ja, nog zelf geheeld moet worden van die afhankelijkheid. Kijk, deze persoon deelt haar schatten onbeperkt uit en nodigt iedereen uit ook te delen in de overvloed. De vruchtbaarheid en het licht waardoor ze wordt omringd. Als je deze kaart trekt, geeft het aan dat je in een situatie verkeert waarin je de kans hebt je liefde, je vreugde en je humor te delen. En door deze te delen zul je merken dat je een nog voller gevoel krijgt. Je hoeft nergens heen, je hoeft je niet extra in te spannen. En je merkt dat je van sensualiteit kunt genieten zonder bezitsdrang of gehechtheid, dat jij je creativiteit kunt bevredigen. Om het even, of je nu het leven schenkt aan een kind of aan een nieuw project. Ja. Dat is onvoorwaardelijk geven, hè? Als je zelf geheeld bent, dan kun je als healer onvoorwaardelijk geven. Zonder dat je er iets voor terug verlangt. Zonder dat je er resultaat voor verlangt. Hè? Je weet dat je zaadjes zaait. Dat je liefde geeft. En wat of een ander daar nou iets mee doet of niet, dat is niet belangrijk. Jij geeft het gewoon. Maar dat komt, deze kan dat, omdat deze persoon het alles aan zichzelf geeft ook. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die koesterende zorg. Waardoor je niet meer afhankelijk bent van anderen. Dat een ander jouw begrip geeft. Dat een ander jouw koesterende zorg geeft. Dat een ander jouw troost geeft. Dat een ander jou gelukkig maakt. Maar dat is nou net wat deze maagd nog niet heeft bereikt. Omdat deze er ligt. Dat is die afhankelijkheid. Je bent toch eigenlijk afhankelijk van wat een ander van je vindt. Wat een ander over je... ja, of je erkenning krijgt van anderen. Of je resultaat ziet van je werk bij anderen. Of je beloning krijgt voor je geven. Of dat je waardering krijgt, aandacht krijgt, aanzien krijgt. Dat. En in relaties, in liefdesrelatie, is dat dus meer dat je gezien wordt. Dat je begrip krijgt. Dat je, ja, dat je wordt gezien. Vaak kan het zijn dat dit soort mensen... En in dit geval de maagd, zich nog wat te veel richten op het geven aan de wereld. Terwijl jezelf nog eigenlijk achter die tralies blijft. En nog oude conditioneringen hebt. Oude conditioneringen hebt met betrekking tot het schapenbewustzijn. En dat zijn eigenlijk al je, ja, al je voorouders, de mensen uit je vorige, je familie, uit je vorige levens, waar je allemaal mee te maken hebt gehad, waar je karma mee hebt. Maar dat, het collectief zit vaak niet in het, ja, het collectieve bewustzijn te willen ontstijgen. Niet uit ego dat je beter wil zijn dan anderen, nee. Maar dat je oude conditioneringen gewoon hebt, voor jezelf hebt onder de loep hebt genomen. En dat je zoiets hebt van, ja, maar dat geldt niet meer voor mij. Dat is voor mij te beperkt, te... En dat je je eigenlijk laat leiden meer door je goddelijke... Niet door de schapen die eigenlijk ja, elkaar gewoon volgen... En niet de nek durven uit te steken. Niet durven uit te vliegen. Er zijn er maar een aantal. De meeste blijven veilig in de comfortzone. En die zijn bang om die weg, deze weg af te leggen. Dus blijven ze in... oude overtuigingen vastzitten. En het advieskaart voor jou is om dat los te gaan laten. Of in ieder geval dat je daar heel erg bewust van te worden. Wat zijn die overtuigingen eigenlijk bij jou? Wat houdt jou nog achter die tralies? Er zitten overtuigingen. Van ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet. Anderen zijn beter. Faalangst kan erachter zitten. Angst voor verlating, angst voor afwijzing.
Ik kan er allemaal, anders word ik toch afgewezen. Dat is iets waar je zelf je bewust van steeds meer understanding over moet krijgen. En in dat proces zit je dus. Je zit al in dat transformatieproces. Invloed van anderen is dat is wat je met anderen meemaakt, is juist een uitdaging om niet je door de anderen te laten beïnvloeden. Zo lees ik hem intuïtief. Maar dat je voorbij die anderen gaat en je eigen innerlijke stem meer gaat volgen. Je goddelijke leiding. Dat. De guidance. Je bent een, deze Virgo is een wijze ziel. En deze staat eigenlijk ook te popelen om geboren te worden. Enerzijds die wijze ziel, maar met de onschuld van het kind. Daarom heet deze ook innocence. Een kind kan heel erg genieten van bijvoorbeeld alleen een wit sprinkhaan op zijn vinger. En kan daar helemaal gebiologeerd naar kijken en ervan genieten. Dat kan een onschuldig kind doen. Hè? Dat is helemaal wauw. Vaak gaat de onschuld bij ons verloren. Al in de baarmoeder of daarna. Omdat wij beïnvloed worden door het collectieve bewustzijn, het lagere bewustzijn, waar ook vaak onze ouders nog in zitten. Voorouders, het collectief. Terwijl als je een oude ziel bent, dan volstaat dat niet voor jouw leven. En ben jij ook degene die in een bepaald gezin, jij bent dan in een bepaald gezin geïncarneerd om dan juist dat patroon te doorbreken en er wel uit te stijgen. Maar tegelijkertijd kom je in dat leven, want deze Welp bijvoorbeeld, die is door zijn biologische familie in de steek gelaten. Dus die heeft met een item verlating te maken gehad. Hè? Dat die is afgestoten. Geadopteerd is door de schapen. Welwillende schapen. En die hebben hun best gedaan. Maar de schapen kunnen van een Welp nooit een schaap maken. Dat bestaat niet. Ja, dus, en jij bent jij. Dus, en die oude ziel. En die schapen willen jou misschien wel op het niveau van de lagere zielen krijgen. Maar dat werkt dan niet. Dus dan loop je tegen dingen aan. Met de bedoeling, met anderen ook, met de bedoeling dat jij meer naar je guidance moet gaan luisteren. Want als jij die oude ziel bent, dan en die sensitieve ziel, dan heb jij meer toegang tot die guidance. Iedereen kan toegang krijgen tot die guidance, hè? Maar dan heb je een toch wel wat hoger bewustzijn nodig. En jij bent zo iemand, blijkbaar, want dat ligt hier. Maar het kan bij jou ook wel een overtuiging zijn dat jij alleen maar moet geven, dat je niet mag ontvangen. Dus dan moet je eigenlijk kijken of dat wel in balans is bij jou, dat je niet te veel geeft en dat je van jezelf, dat jij jouw kelk leegloopt. En dat een ander op jouw energie verder kan, maar dat jij leeg bent gelopen. Deze Virgo heeft een bepaalde doorbraak nodig, een breakthrough. En een doorbraak krijg je alleen maar als je bereid bent om in te storten. Dat het oude instort. En daar bedoelen ze mee oude overtuigingen, oude denkbeelden, oude conditioneringen dus. Oude meningen. En ook je ego-strategieën om jezelf te beschermen. Maskers. Onechtheid. Om maar liefgevonden te worden door de schapen.
Want dat zit er vaak achter. Want kijk, als jij boven iets uit gaat stijgen, boven het collectief, dan word je, dan vinden mensen je niet meer lief. Zo simpel is het. Of dan vinden mensen, word je ineens een bedreiging. Als je steeds meer je eigen waarheid vanuit het hart gaat lopen en je daar steeds meer onafhankelijker wordt van wat de ander van je gaat vinden, ook in liefdesrelaties, ja, dan word je bedreigend. Maar dat is een tijdelijke situatie. Dat is deze weg. Voordat je opgenomen wordt in een warm bad en dat je dus andere mensen aan gaat trekken die ook in dat hogere bewustzijn zitten, die oudere zielen, dan zit je eerst even in een overgangsperiode. En dat is dat onbekende. Komt er wel überhaupt iets voor in de plaats als ik dat en dat en dat loslaat? Ja, bereid zijn in te storten is ook je helemaal laten gaan. Je probeert niet je ego-systeem op te lappen, maar probeer juist dat helemaal losgelaten wordt. En daar gaat gewoon heel veel emotie bij gepaard. En die emotie is de bedoeling dat je dat gaat voelen en gaat uiten. En dat jij dan de koesterende moeder voor jezelf bent. Dat jij dan dat die liefde die gaat geven aan jezelf. Ook wanneer de pijn van verlating, want dat is deze, hè. Dit is die droom, die illusie die niet waar is, dat een ander je geluk. Maar dat gaat vaak gepaard met rouw, met oude gevoelens van ik ben in de steek gelaten door mama of door papa of door andere volwassenen die me zomaar hebben laten. Of die heel egoïstisch waren, die aan zichzelf dachten. En dat soort dingen. In de steek gelaten zijn door je biologische familie. Maar dat kan ook dat je niet in de steek gelaten bent, letterlijk, fysiek, maar wel emotioneel. Dat je emoties niet volledig, dat je niet mocht uiten. En dat ga je dan ook gespiegeld krijgen in liefdesrelaties. Het is een reis, besef dat. Reis terug naar meesterschap in de liefde. En in die reis kom je van alles tegen. En als jij niet gehecht bent aan het resultaat, maar je focust op op wat zich aandient in het hier en nu. Met betrekking tot jezelf ook, hè? Van wat speelt zich daar af aan emotie, aan boosheid, aan verdriet, aan spijt, aan schuld, was die prins er maar? Onvrede, lusteloosheid, allemaal dat soort hebzucht, jaloezie. En probeer dat niet te ontkennen. En wat is ook een breakthrough, hè? Dat je dat gewoon bij jezelf ziet. Ziet en erkent. Oude conditioneringen loslaten. Dat is de advieskant naar bij je toekomst. Deze Virgo heeft de neiging om achter het hek te blijven. Zie, dit is eigenlijk ongeveer dezelfde kaart. Zie? Achter het hek blijven. Je hebt de sleutel. Je kunt het hek door. Je verlangt er ook naar. Je kijkt verlangend naar die buitenwereld. Van, wat zou dat allemaal zijn. Maar de angst voor wat je daar tegen zou kunnen komen, houdt je tegen. Ik zal hem even erbij pakken. Staying safe. Dus jij, lieve maagd, hebt de neiging om voor zekerheid te gaan in plaats van voor groei. De keus om in de zogenaamde veiligheid van deze tuin te blijven is aanwezig. En dat wordt in jou gemotiveerd door de gewoonte van angst.
En voor het onbekende, wat hier ook al. Hè, dat is het angst voor het onbekende. Dus heb je de neiging om vast te houden aan het bekende. En dat is voor jou de uitdaging. Om bij jou te kijken, hey, stel nou je wil iets gaan doen wat buiten je comfortzone ligt. Dan gaan gelijk stemmetjes van voorouders, van het schapenbewustzijn, gaan zich gelijk in jou laten horen. Dan is voor jou de kunst om je niet te laten beïnvloeden door anderen, door het schapenbewustzijn, maar door voorbij invloed van anderen jouw leiding te volgen. Zo moet ik hem zien. Dus iedere keer weer een inhaalspelletje spelen met je ego. Want anders blijf je achter het hek. En zij zeggen dat ook. Ja, maar doe dat maar niet, joh. Want dan verlies je misschien dit. Of dan verlies je misschien dat. Of dan, nee, dan doe maar niet. Het kan van alles zijn. Nee, want weet je, je was maar een dubbeltje en je wordt nooit een kwartje. Of, oh nee, je gaat toch geen goede baan opgeven? Dat doe je toch niet? Want, brrr, of, nou, je kan ook zeggen van, oh, je intuïtie leidt je naar een bepaalde opleiding. En dan zegt je het stemmetje gelijk, ja, nee joh, dat kost veel te veel geld. Moet je niet doen. Je hebt deze maand niet veel geld. Spaargeld, ja, nee, dat moet je, nee, dat moet je nog voor andere dingen gebruiken. Allemaal dit. Allemaal die overtuigingen die jou achter het hek houden. En dan op een gegeven moment word je ontevreden. Omdat jij je eigenlijk laat beïnvloeden om die achter het hek te houden. En niet te luisteren naar je guidance. En dat je dan toch maar in de zogenaamde veiligheid blijft. Maar dat geeft ontevredenheid. Dat geeft verveling. Appreciation op de kop. Je verliest dan je gevoel van dankbaarheid. En je wordt wat negatiever dan in je denken. Verveling. En je gaat je dan meer focussen op wat je niet hebt in plaats van wat je wel hebt. En ja, deze kaart zegt ook, probeer je dan op dit moment te focussen op de dingen die je wel hebt. De kleine dingen. Om daar je dankbaarheid uit te halen. Maar laat je dus ook niet terugtrekken bij nieuwe ideeën. Want hou niet vast aan de zekerheid. Want dat geeft je juist dat ontevreden gevoel. Zo zie ik hem. Geef je angst voor intimiteit op. Dat is dan dit, hè? Want straks word ik verlaten. Of ik word in de steek gelaten. Of ik voldoen niet aan wensen of verwachtingen. Er is dus bij deze maag nog wat angst voor ware intimiteit. En de ware intimiteit is dus niet je kleren uittrekken, maar jezelf te durven laten zien. Helemaal zonder masker, zonder onechtheid. Je ware zelf laten zien in al zijn kwetsbaarheid, maar ook dat je in ieder geval niet meer jezelf anders voordoet dan dat je bent. Dat kan op allerlei manieren. Hè? En surrender stubbornness. Misschien ben je nog wat koppig. Stubborn, koppig. Dat je een rigide standpunt over dingen in kunt nemen. En dat het daarom wat moeilijk wordt om met anderen te communiceren. Koppigheid. Kan ook dat je vader koppig was. Of je moeder of anderen uit het gezin. En dat jij dat ook hebt overgenomen. Ontdek het bij jezelf. Ja, maskers af. De waarheid zien. Over jezelf. Over eventueel afhankelijkheid. Eventueel koppigheid. Eventueel over angsten voor intimiteit. Eventueel je oude overtuigingen. Je angst om je veiligheid kwijt te raken. Maskers af, helemaal jezelf durven zijn. Dat is voor jou op dit moment
de uitdaging en alles wat daar niet past bij die waarheid, dat je dat gaat transformeren. En daarvoor krijg je alle guidance op je pad om dat te bereiken. Om helemaal volgens je eigen waarheid te leven. En luister dan niet naar de schapen. Want dat is ook de boodschap. Luister naar je guidance en niet naar de schapen. Oké, dat was het, lieve maagd. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Mocht jij voelen dat ik jou een stukje kan begeleiden op dit pad, dan ben je welkom om een afspraak te maken. Onderaan deze video staat een link naar mijn website. En dan zie ik je heel erg graag voor een persoonlijke coaching. Tarot coaching. Tot de volgende maand. En hele fijne maand oktober. Veel liefs. Bye.